Op je Mobistar-factuur kan je alle informatie terugvinden over je kosten, verbruik en nog veel meer. Geef ons een minuutje van je tijd, dan hebben we je zo uitgelegd waar je alles precies kan vinden. Dit is de eerste en meteen ook belangrijkste pagina van je factuur. Hier vind je je klantnummer, het factuurnummer en de periode van de factuur, de contactgegevens en de openingsuren van onze klantendienst, het totaal te betalen bedrag, de nodige betalingsinformatie, een overzicht van je abonnementen en eventueel andere informatie die voor jou belangrijk kan zijn, zoals bijvoorbeeld een wijziging in de roamingtarieven. Op naar de tweede pagina. Bij de contractinfo kan je zien wanneer je Mobistar-contracten werden afgesloten en hoe lang ze nog lopen. Bij het overzicht per product zie je voor elk abonnement het totaalbedrag, de kosten en kortingen. Wordt een deel van jouw factuur bijvoorbeeld betaald door je werkgever, dan wordt dit hier vermeld. Een samenvatting van alle oproepen en berichten en het verbruik in detail. Per abonnement kan je alles nog meer in detail bekijken, waarbij je verbruik en je kosten in verschillende categorieën worden onderverdeeld, afhankelijk van welke Mobistar-diensten jij precies gekozen hebt. Ten slotte nog een klein woordje uitleg bij de speciale sms'jes vermeld onder de rubriek Premium betaalnummers. Het gaat hier om sms-diensten zoals bijvoorbeeld het betalen van je parking, bus of digitale krant, die niet door Mobistar, maar door een ander bedrijf worden aangeboden. Zo, dat was je hele factuur. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst en hou je factuur bij de hand. En denk eraan, je kan je laatste 18 facturen altijd raadplegen in je klantenzone op mobistar.be/klantenzone.